Hoi, ik ben Jonas Konijnenberg, gymleraar en van Selectivity. We zijn hier in Grote Broek en we gaan eigenlijk even kijken hoe het staat met het slackline in het onderwijs. Daar zijn we een aantal jaar geleden mee begonnen om dat uit te zetten bij allemaal gymleraren. En hier zijn ze nu al een jaar mee bezig. Vorig jaar hebben ze een slackline set aangeschaft. En Maurijn is aan het slackline op dit moment met zijn leerlingen. Dus daar gaan we even een kijkje nemen vandaag. Sport op balans. Volgens mij moet het wel goed komen. Dan gaan we vandaag ook met mij aan de gang. Dus het eerste wat je gaat doen, eventjes om weer in te komen. Het zal wat makkelijker gaan dan vorige week, want toen heb je het misschien nog nooit gedaan. Handen omhoog, kijk aan die paal. En... Hoe pak je de les zo aan? Wat je net gezien hebt, ik heb twee groepen gemaakt in de klas. De ene groep is aan het slackline en de andere groep die wissel ik in de twee ruimtes die ik nog over heb naast de slackline. Dus daar zijn ze, in dit geval voetbal en hockey, dan kan je allerlei andere dingen ook doen natuurlijk. Het klaarzetten, dat is wel even een, de eerste keren gewoon echt. En we laten het ook wel eens voor elkaar staan, hè, dus dat ik straks aan het einde hoef ik het niet op te ruimen, want dan komt mijn collega en die gaat ook. Ik heb hier... vier potten waar die palen in kunnen en dan kan ik heel mooi tussen opstellen. Dan hebben wij het geluk in deze gymzaal dat we ook nog eens een keer daarnaast vakken hebben waar we andere dingen kunnen doen. In ieder geval zijn dat vaak onderdelen die ze vrij kunnen spelen. Dus waar ik niet zoveel bij hoef te helpen, dan kan ik bij het slackline zijn. De groep die daar stond, die gaat beginnen met slackline. De groep die hier stond, die gaat zelf in die groep twee groepjes maken. De ene helft begint met voetbal, de andere helft. Dan zijn ze ongeveer een half uur aan het slacklinen en het andere half uur zijn ze, met de andere onderdelen bezig. Als het nou goed gaat en je kan een paar stappen lopen op de laag en je denkt, hé, dat wil ik toch wel eens proberen. Verzamel je bij deze kast en dan kan je hem hier proberen. Elkaar helpen is verboden. Je loopt zelf. Als je gaat leunen op iemand, kun je kijken wat ik nu met mijn lijf doe. Ja, dan ga ik hangen. Dus ik heb liever dat je het zelf doet. En ga zelf maar proberen je balans te vinden. Dan heb ik liever dat je er even afstapt als het niet lukt, dan dat je op iemand gaat hangen. Ja? Merk jij iets bijzonders bij leerlingen als je gaat slacklinen? Nou, wat ik net bijzonder vond, is wat ik net zei, een aantal meiden die echt... Ja, ik wil niet voetballen, ik wil slacklinen verder. Dat zijn dan wel, dat zie je wel. Een groepje mensen die snel oppikt en best snel beter wordt. En die dat is logisch, die gaan het ook sneller leuker vinden. Dus dat is wel enthousiasme wat ik absoluut terug zie, ja. Vind je het nou om te slacklinen? Leuk, ik heb er thuis ook één. Heb je thuis ook één? Ja, die hangen we tussen de bomen. En dan gaan we daar ook oefenen. Ja, wat goed. En hoe is het voor je om dat in de gymles te doen? Ook leuk, want dan kan je nog meer oefenen en steeds beter worden. Ik vind het wel leuk om je balans te doen en zo. En dan, als het lukt, is het wel gaaf. Ja, ik vind het wel leuk, maar soms val je en dan, is wel jammer. Ja. Ik zie heel veel rust in je ogen als je erop staat. Ja, je moet gewoon naar één punt kijken, dan lukt het ook nog wel. Ja. Vorige week had het wel gedaan. Toen kon ik ook al gelijk naar de volgende lijn, maar nu is het weer wat hoger, dus dan is het ook weer spannender. En dan val je zo op mij. Heb je bepaalde dingen die je nog zou willen leren op de slackline? Ja, springen en dan lopen en dan springen of achteruit lopen en zo. Okay. Ja, trucjes doen. Dat zit erop wat jij deed. Maar eerst maar eens achteruit lopen. Ja? Is dat volgende uitdaging? Ja. Ik denk dat je helemaal achteruit uit moet lopen. Ik niet. Nog niet? Nog niet. Ik zou willen draaien. Heb je dat al goed in? Nee, maar ik wil eerst hem helemaal af kunnen maken. Is het nog veel enger voor je, zo'n hoogte? Nee. Wel moeilijker omdat hij meer beweegt en een lager is. Ja, ga ze door zou ik zeggen. Ja. En wat ik dan wel eens doe, vooral in de tweede klasse, dan laat ik het combineren met dans en acrobatiek. En dan mogen ze, dan laat ik ze een deel van de les of de hele les eerst even oefenen. En dan mogen ze daarna een keuze maken waar ze zich dan de andere drie lessen in specialiseren. En dan laat ik ze een voorstelling geven, dus een acrobatiek voorstelling of een dansvoorstelling. En ook een voorstelling slackline. En dan zitten ze dus inderdaad voor de hele klas, moeten ze laten zien wat ze kunnen.
Maar het is een hele goede motivatie om te gaan oefenen. En ze hebben een keuze. Dus ze kiezen wel voor slackline als het bij ze past. Als ze het leuk vinden. Dus dat werkt heel goed. Ja. Kijk eventjes. En let even op de dingen die we hebben besproken, hè, de tips. Heeft ze haar handen hoog? Kijk ze, ja, die paal die kan ze niet zien, maar zij kijkt dus naar de kast. Is de lichaam recht? Let er even op. Merel? Ja. Mij weer op, hè, bijna. Hij keek echt naar de overkant. Hij was alleen maar daar. Weet je. Tot het moment dat hij wilde draaien, want dat was bewust hè, gedaan. Je draaide bewust om. Hoe heb jij met je vaksectie besloten om dit aan te gaan bieden tijdens de loopjes? Ik zag die dingen steeds vaker op plekken waar ik zomers kwam, in parken, bij het strand en zo. En ik vond een leuke zelfs geprobeerd, ik kon er geen zak van doen. Toen met een vriend van me bij jou een bijscholing gedaan op de ALO in Amsterdam. Dit is een soort nieuwe sport die wij aan kunnen bieden. Ik had die bijscholing gedaan. Ik zei, dit is volgens mij een aanwinst. Vooral ook voor het balanceren, wat ik dus verder lastig aan te bieden vind bij deze leeftijdscategorie. Ik vind het gewoon mooi om heel veel verschillende vormen van bewegen aan te bieden. Eigenlijk samen met skateboarden de beste manier om balanceren aan te bieden op de middelbare school. Het daagt wel uit als je ze ophangt. Die leerlingen ze gaan allemaal even lopen klooien, beginnen even proberen. En zo. Dus het hangt er en ze zien van, dit gaan we doen en dat pakt ze wel. Die mag je even knippen, hè?